zodat het is niet veel. We zijn blijkbaar op een met. Ik denk dat ik als ik ga nu weer doen. Dit moet natuurlijk hetzelfde, want ik krijg waarschijnlijk een mail met de staf. Ik weet nog niet waarom ik het doe. Ik weet dat het één manier was, maar... Tja. Wat hem is, weet ik niet. Deze. Ik heb geen zin om helemaal te lopen. Zullen we politie worden of? Ja, ik kan jullie nu nog even vragen, maar... Nee joh, ik kom een burger. Okay, ik ben een burger, ik heb iets wat gesprek. Ik pak even een auto. Mercedes. Momenteel ben ik te plaatsen. Dit is het plekje. Dit is het plekje, dat ben ik even op de televisie te knallen. Zet even mijn auto op slot en ga naar de pinautomaat. Oké. Okay, dat gaan we nu even doen. Ik ga me nu even pinnen, dat is... 6... 4, 0. Oh, dat is opnemen, kak. Bankrekening. Alles inzuigen. Kunnen we gaan? Oké. Okay. Laten we even mijn voortzet uitdoen. We gaan. Ja, dit is heel boeiend. Misschien ga ik nog wel voor worden deze aflevering. Misschien niet. Ik heb reis 3, zo rijk zonder rijbewijs, dus... Ik ben er zonder reflectie in het voorstel waarschijnlijk, maar... Hoe ik het ook niet graag houden, ik ga gewoon naar een crimineel plekje waar blijkbaar iets is. Er is niet mogelijk kans dat ik wel eens graag hou. Hallo. Hallo meneer. Hé hey, meneer! Wie praat tegen mij? Oh, yo. Hé hey, meneer. Ja. Wat? Zo, ik zie daar je moeder lopen. Volgens mij die komt heel boos naar je toe gelopen. Ik zou maar gaan rennen. Volgens mij mag ik nu een kogel door je kop inschieten. Ja, nee, dat dacht ik even niet, hè. Kijk,
Oké, laten we weer lopen. Ik krijg geen achtervolging zo ver te zien, dus we gaan weer door. Oké. Je ligt er net van wat je wil gaan doen. Op zich wil ik hem wel eventjes voor je. Ik heb er wel even zin in. Geen achtervolging hier. Ik zie niet een dikke achtervolging. Ik ga weer voor zijn auto staan. Ik denk dat hij het niet is. Ik wil de appie maar even overvallen. Omdat we die even overvallen. Ah, dat zou je. Oké. Ik ga nu de OV starten. Moet ik er even recht voor? Ja, ik ga nu de OV starten. De overval is klaar. Ik heb de Appie Heijn geovervallen. Ik ga hier om blijven wachten tot ik een beetje politie aankomt. Dan is het meteen zo saai. Dan is het meteen zo saai. Kijk, nu is de politie. Nu ga ik lozen. Ik ben nu niet zo vergaan. Weg hier. Een auto is een beetje aan het... Hey, your staff. Deze man die kuil onrealistisch. Ik zeg tegen hem dat ik een knock-out ben, gaat hij me gewoon aanhouden. Een clip? Nee, geen clip. Maar dan kan ik niet helpen. Sorry. Oh, oké, is goed. Je een fijne dag. Yo. I. Hey, ik heb ze verteld dat ze naar achter moeten. Daar twee mensen boven. Ja man, bam, ik dat denk ik niet. Ik zit weer 8 minuten in de gevangenis vast. Die wordt voor jullie allemaal zo meteen allemaal uitgeknipt. Het is makkelijker. Wat is er zo laat? Oh, weg. Net. Waar is het om? Als je even al die kleurtjes in het zakje wil doen, dan doe ik dit. Doe dat voor jou? Nee, weet ik niet. Ja, dit is ook niet voor mij. Hij zit in de pas.
daarnaast. Waar moet je heen dan? Ja. Thuis! Huis. Ik moet huiswerk maken en ik heb ook nog een paar SO's waar ik van moet leren. Ja. Nu denk ik opeens, kut! Type, en ik kan mijn telefoon op stilstaan, dus waarschijnlijk ben ik stilstaan. Ik wou achter dat deze plastic heel erg vast wil plakken. Maar we zien dat de onderkant dan beter is. Als je dat gaat doen, als je dat ziet, dat ze zegt, doe de onderkant maar. Het blijft echt gewoon zitten. Ik ga kijken.
ik hoef dat niet zo vast te houden en hij ging vooruit. Ja, ik ging toen ook vooruit. Niet leuk. Maar ook weer wel. Veel succes, Mo. Dus jullie worden hier waarschijnlijk te besnabbelen. Maar, ja. Ik heb dus net vastgezeten. Toen ben ik uiteindelijk gekikt. En daar ben ik weggekomen. Geld opnemen. Hoi. Ambulancepost. Dank je. Thank you.
spring. Bro, kan niet. Ik heb nog geen luchtbeademing gehad. Oh, je moet dan een beademing. Ja. Maurice. Hey, Staf. Staf. Oh mijn god. Meneer. Politie. Ja, verzaam. Als je mij nog moet fouilleren, dan mag. Mag dat? Oké, kom maar hier even. Ik doe even weg aan mijn... Ga handen tegen de muur. Of tegen de armoede. Mag ook. Wacht, ik zou even uit mijn auto gaan, hoor. Wacht, ik zou even uit mijn auto gaan. Zo. Zo, inventory. Even kijken, hoor. Nou, ik voel niks. Ik zie dat u wat snoepjes mee heeft, maar verder niet. Ja. Ziet er goed uit. Oké. Okay. Wat is de reden, meneer, wat is de reden dat u hierbij betrokken bent? Nou, ik ben net om de schot gehouden. Toen werd iemand geheadshot en toen werd ik ook geheadshot. Oké, okay. En wie was de schieter? Dat weet ik niet zo goed meer. En wie is er neergeknald? Die man daar, deze man. Die net in zwarte kleding. Is hij niet dood? De persoon in het bruin, is hij niet dood gegaan? Nee, die was de slachtoffer, die was betrokken erbij. Oké, okay. En die man in het zwart hier? Dat was ook een slachtoffer. Oké, okay. Wie is de schieter dan? Hij zat in de zwarte. Zo een verraad die je nu ziet. Alleen dan in oranje. Oké. Okay. Kunt u helpen? Ik denk dat er gereanimeerd moet worden. Ik zie daar iemand dood liggen. Kun je ja, komen? Prima. Jo. Hey, Staf. Yo. Deze man hier in het zwart heeft clip. Ik ben een clip aan het kijken, man. Oh, oké. Okay. Hey, bro. Zo kan ze even snel ambulance worden, yes. Dan ga ik even helpen. Is goed. Ik denk dat het gereanimeerd moet worden. Ja, dus kom snel met spoed graag. Ja, ik kom gewoon lopen, want het ambulancebureau is hiernaast. Ja, weer weg. En die gaat weg. Ja. Ja. Stap jij in je auto? I'm back. Ik kan Remen naast. Hij heeft nog steeds. Heb jij al gekeken of je schotwonden hebt of zo? Nee, Meneer, heeft u echt last van? Hallo? Meneer, heeft u echt last van? Meneer. Ja, mijn been. Mag ik, waar bent u precies geraakt? mijn linkeroor voel ik niet meer. En mijn twee benen voelen heel. Oké. Okay. Voelen heel raar aan. Ik mag even gaan zitten hoor. Nou, dat werkt niet. Dat is een beuk. Moet je even springen. Ja, je moet gewoon even op C drukken. Ja, dat werkt niet. Ja, even op C drukken. Als je op C gaat, druk maar gewoon op C. Is een bug. Ja, dat weet ik. Is een bug. Na 8 jaar roleplay weet ik dat.
Allee, ja, ik weet het niet hoor, maar dat werkt niet. Maar ja, ik was hier rustig naar het casino aan het gaan. Jij zit, wacht even, je zit dus, je ziet even Dave lief. Kom dan even naar het casino, daar kan je tenminste voor zitten. Kom. Wat zeg je allemaal? Daar zo. Ik snap er niks van. Nou ja, druk gewoon op C, maar druk gewoon op C. Maar ja, dat werkt toch niet, jongen? Nee, gewoon één keer op C, dan zit je niet, maar dan zit je zo. Dat is... Nee, je moet eerst sprinten voordat je dat kan doen. Maar luister je niet, als je daar recht staat, na zo'n ding, kan je niet C doen. Hier kun je wel zitten. Nu kan je wel, maar hè? Huh? Ik doe nu ook C, mijn camera gaat omlaag, maar er gebeurt niks. Hé, hey, dan werkt jou achter je roleplay toch niet, hè? Ik zal het wel beter weten dan jou, hè? Oké, maar je zit nu even depressief. Oké, maar waar heeft u precies allemaal last van? Wat is er? Hé, maar heb je gehoorontstopping of... Allee. Meneer van de Ambu, ik denk dat het een spoedgeval is. Meneer heeft een schotwond en jij gaat die gerustig uitleggen. Nee, dat grapje, even moet gaan zitten. Welke been is het? Oh mijn god! Mijn derde been, man. Welke derde been? Nee, welk? Maar ik zie daar ook stafbeen staan, ik snap er niks meer van. Nee, Ja, mijn derde been, hoor je niet zo goed. Oké, dan ga ik even bij uw derde been kijk kijken. Kijk er maar heel goed naar, hoor. Ja, moet u wel even anders gaan zitten, hè? Moet u wel even anders gaan zitten, anders kan ik ze niet zien. Oh shit. Oké, okay, maar als u even wilt staan, dan ga ik even uw been behandelen. Oh my room. Dat je het niet. Vind je het fijn of zo dat die ambulance eraan zit? Ik speel Roblox op deze manier, ja man. Fucking man. Tering. Ja, dat is verband eromheen. Oh ja. Meneer, ik moet dat wel nog gebruiken, hè? Tering. Nou ja, we moeten wel kunnen zeiken. En u had ook last van uw arm? Wat? Van mijn arm? Wat? Collega, kan jij dat even verder nemen? Ik heb spoed een melding. Bro, je gaat maar niks doen. Er zit letterlijk een sudo in de lucht. Bro, weg. Laat je dan weg. Dag en dag.
Yo. Nah, jij bent hem. DM bro, wat zeg ik? I know. Marlijn, wel geleerd stiekem, hè? Oh, het is schakelijk. Ik heb een auto van mij. Ja bro, Antoni. Wat pik je die wat hij over je zegt? Nee bro, denk ik wie ik wel niet ben bro. Ja, als ik dat is. Mag ik alsjeblieft 3k? Ik heb nog maar 2k, alsjeblieft. Ja, dat is goed joh. Alsjeblieft. Meneer, en weet je, ga je aan het overgeld. Niet normaal hè. Gast, ik heb letterlijk nog maar 5k over. Ik heb letterlijk net auto's gekocht. Hé, hey, maar die man in het blauw hè, die man in het blauw daar. Die heeft mijn, die heeft mij straks geschoten en ik ben geaiedeed. Kun je me even helpen? Ja joh. Met die lichtblauwe, kun jij me schieten? Ik heb geen wapens. Goh, zijn met 4, dat is geen ding. Ik heb geen wapens. Ze zijn met 4. Ja, maar je had toch SG's? Nee, ik heb nooit SG's gehad. Jawel, je had SG's hoor. Ik ga nu even weer gewoon opnieuw mijn leven leiden. Ik heb momenteel geen idee. Oké, maar kan je weggaan, want ik ben aan het zien. Heb je al mensen in je chat? Kop dicht. Deze is een bitch. Kan je weggaan? Maar als je dat ging doen, hè? Ik zweer, ik haal Dennis op en dan stuurt hij jou naar huis. Wil jij hier weggaan? Ik ben aan het streamen. Huh? Pas, stoppen. Oké, ja,
Nee, laat me eventjes doorgaan. Dus ik zei het zo dat jullie stream zijn, maar ik ben nu aan het filmen. Ik ben gekikt. Dit? Ja, ik snap de mensen het gaan vragen. Het is weer. Wij zijn weer terug. Ik had wel echt zo zin om ambulance weer te worden. Hey, ik ben niet nat van nat. Bro, wat? Nee, wacht, wacht. Nee, dat kan niet. Nee, niks. Er leek op iemand. Hé, bro. Ja. Je leek op iemand die mij een beetje geld gegeven. Maar omdat je erop lijkt, kan je mij een beetje geven. Nee, want ik ben een video aan het maken voor YouTube. Want als ik nu. Dan doe ik taalverspilling en dan moet ik allemaal dingen gaan uitknippen. Dat heb ik niet zo verzinnen. Maar. Heb je ook geen autootje voor mij? Hoeveel heb je nodig? Dat maakt me niet uit. Als het maar een beetje geld is waar ik mee een auto kan kopen en 1 en 9. Of gewoon. Weet ik veel. Hoeveel geld heb je zelf al? 1k. 1k. Ja, want ik ben gehackt. Pijnlijk. Ja, ik had daarvoor een. Stap maar in. Daarvoor had ik een Brabus. Stap in. Ik ben nu niet meer aan het vervoeren van geld. Bro, je weet toch dat daar erbij ook eentje was? Ja. Daar dichtbij was er ook eentje. Zo'n pinautomaat. Nou, dikke auto, man. Thanks, maar ik heb nog een cooler, maar daarvoor heb ik 600 euro. Dat ben ik nu ook meteen erbij.
Oké, even kijken. Heb je zelf al een auto? Nee. Ja, gehackt. Jij zei dat je Audi wel mooi vond, hè? Ja, zeker. Wil je een testritje maken? Rij maar, je mag het even maken. Auto? Dat vind ik wel een mooie auto. Nou, dan heb ik. Wacht even. Godverdomme. Even inladen. Dan heb ik denk ik wel een verrassingje voor jou. Die auto is nu voor jou. Ja! Als ik sleutels kan geven. Heb je sleutels? R3 toch? Hey, thanks man. Geen probleem, ja. Wacht even, bro. Degene die nu hier staat, kom even mee. Hey. Wacht even aan de kant. Even aan de kant. Ik wil even net disconnect. Kak, maar ik wil even aan deze man geven. Ik moest ook disconnecten. Ja. Oh, je hebt die Audi. Nee, dat is niet mijn naam, van iemand anders. Heb je hem nu? Bro, wacht even nog. Ik ruim hem even op, misschien kan ik dan. Hey, ik zie wel ergens. Hey! Ja, ik zie hem staan, man. Happy. Waarom? Ik heb hem. Heb jij hem nog? Ga even kijken. Want soms is dat een glitch. Ik heb hem ook nog. Heb jij hem? Probeer eens te pakken. Probeer eens te pakken. Wacht. Wow. Wat de? We hebben hem allebei. Hoe je toch? Hey yo! Nou, kijk die is auto dan. Probeer nog een keer. Probeer nog een keer te doen. Ja, hij staat er nog steeds, man. Maar zijn we nu allebei blij, toch? Heb jij een Audi? Heb ik ook nog net steeds mijn Audi. Perfect. Nou, fijne dag verder. Ja, denk wel. Yo. En nu ga ik mijn koude Mercedes pakken. En nu ga ik... Even terug naar Mercedes. Hey, ik kan je in geld geven. Ik moet mijn auto kopen. Geld geven? Ik ga het terug. Bro, ik heb maar 10k. Wat? Wat heb je nodig? Ik wil 10 geld, maar ik heb maar 10k. Bro, wat heb je nodig voor geld? Ik heb 10 doezel nodig, man. Hoeveel geld heb je nodig? Wil je een Audi? Ja, ik ga een auto kopen. Bro, kom eventjes. Hierheen. Ja. En ik moet even met deze auto leasen. Ik pak even een auto hoor. Ga er maar in zitten. Ga maar een testritje maken. Wat? Ga er maar gewoon een testritje maken. Zorg dat je geen politie achter je aan hebt, want ik heb geen rijbewijs. Ik heb dat ook niet, man. Bro, jij hebt politie achter je. Stop maar, stop. Geef een stopteken. Maar anders hebben we een geroepen en dan krijgen we waarschijnlijk een dikke boete. Rij gewoon rustig door. Ja, we kunnen rijden, hij is toch van.
Hey, stop, zet hem hier maar neer, zet hem hier maar neer. Bro, vind je deze auto goed rijden? Zet hem maar stil. Ja, maar ik heb gewoon, je weet wel. Zo. Normale auto nodig. Heb je Mercedes? Tuurlijk, maar die is niet te krijgen, die heb ik van een staf gekregen. Heb je een BMW voor mij? Nee. BMW. Maar wil jij deze auto hebben? Ja, is goed. Oké, okay. Als je even uitstapt. Ja. Probeer even uitstap. Oké, okay, leg hem even op rem en zo, wacht even. Zodat hij niet kan wegrollen en dan. Oh, wacht, ja, ik moet even wat doen. Ik zit nog steeds in die. Oh, die auto staat nu. Oké, dan krijg ik even. Dan ga ik je deze eventjes geven aan jou. Ja, je hebt hem. Damn, man, thanks. Dan mag jij er nu mee weg. Emma, waar kan ik een rebase halen? Rebase. Hm? Waar kan ik mijn rebase halen? Wacht even, ik rij even naar toe. Waar kan ik mijn rebase halen? Bij een rijschool. Oké. Wacht, stop maar in, ik breng je heen. Bro, stop maar in, ik breng je heen. Maar bro, wat vind jij een coole kleurtje voor deze auto? Wat voor kleur? Zwart. Waarom? Ik vind de rood denk ik blauw misschien. Ik ga even bij blauw kijken. Ja man, blauw man is ook echt lelijk. Ja, ik moet dan ten eerste even wat geld op mijn rekening zetten, want ik heb niet genoeg man. Maar kom, we gaan even naar... ga je weer even laten zien wat je rijbewijs kan doen. Zullen we samen rijbewijs halen? Je moet op die bovenste klikken. Oké, Lia bij vraag 1. Oké, maar bovenste? Ja, de bovenste, waar 50 staat. Waar 50 100 euro nog wat. Lia bij je rijbewijs halen? Ja. Lia bij vraag 1? Ja. Wat ga jij daar antwoord geven? Welkom bij de rijbewijsschool. Moet ik dan starten? Ja, nu moet die bovenste doen. Ja, je moet start drukken. Je bent nu bij vraag 1, toch? Als je 80 km per uur rijdt en je komt in de buurt van een woonde gebied. Ik zal een beetje remmen. Nee, wacht. Je huidige snelheid behouden. Geen gasgeven, natuurlijk. Ik zou. Maar hoe moet je weten als je. Weet wel. Ja. Er staat niet zo. Versnelling wordt en zo shit. Er staat dat niet. Snelheid. Zo. Laag gaan. Ik doe onderste. Ga ook onderste doen. Onderste. Ik ook. De onderste. Okay. Vraag 2. Volgende. Stel je wilt een rechts afslaan, maar je steekt een plots een voetganger over. Wat doe je? Je wacht tot de voetganger is overgestoken. 2. Je geeft gas bij je rijden, de voetganger en belt ambulance. 3. Je gaat voorbij. Als je voetganger hebt aangereden. Ik denk ik ga remmen en wacht tot hij over is gestoken. Ja, ik ga het eerst doen. Ja, gewoon wachten en dan is. Tot hij overgestoken is. Oké, ja. Vraag 3. Wat is de maximale toestand snelheid zonder de verkeersbord? Te hebben gezien. Ik weet niet, voor mij is het hier het 50. Ik denk 50. Oké, ik heb 50, jij ook? Ja. Hey, wacht even. Backgrounds, man. Ja, ja. Wanneer je een rijbaan wisselt, moet je altijd je spiegel 1. Je spiegel checken. 2. Alle antwoorden zijn correct. Je recht aanwijzing aanzetten.
hoek controleren. Yo man. Wat ga jij doen? Nee, 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 ik ben het helemaal. Welke ga jij doen? Ik zou recht aanwezig aanzetten. Ik zou mijn verkeerd licht, ik weet wel, zo. Ik ging de derde. Ik ga de derde doen. Derde? Oké, ik ook. Vraag 5. Wat is de maximale prommeling dat je bloed mag hebben wanneer je daarna moet treden? 0,5 of 0,2? Ik weet niet. Ik weet het echt niet, man. Zullen we gewoon op Google zoeken? Is goed. Zoek jij op Google? Ja, ga kijken. Wat is de maximale prommeling? Een lage. Is dat bloed zwart? Bloed. Mag. Ja. Mag. Ja, 0,5. Hey, 0,5, de laatste. Nee, voor Beder. Yo, Beder. Nee, ik hoor je niet. Hey, doe zo de laatste 0,5, 0,5. Oké. Wat doe je wanneer je aan de laatste is? Hey, de derde. Wat moet je altijd bij je hebben wanneer je bevindt en voert in de stad? Je rijbewijs en... Ja, doe je rijbewijs. Nee, de laatste. Ja, rijbewijs. Wanneer een veilige andere auto passeert, wanneer je een inrijdman over de vluchtstrook moet omhalen, je mag nooit passeren wanneer je veilig bent. Derde. Je rijdt op snelheid maximaal tot aan snelheid is hier 130. Het verkeer om je heen rijdt de gemiddelde vreemde. Wat snelheid is verstandig gaan? Ik zou 130. Ja, kies. Ik denk 130. Want je mag tot 130 rijden, snap je? Wat moet je overal niet doen? Als je wordt inhaald door een auto, langzaam gaan rijden, je snelheid verhogen, kijk waar alle auto's om je heen rijden en je spiegel kijken. De laatste, snap je? Wanneer mag je bij een stoplicht rijden? Als het groen is, wanneer mag je bij een stoplicht rijden? Als het groen is.
Een voetganger heeft een rode licht. Wat doe je? Wat doet u? Je laat nee. U rijdt door omdat een verkeerslicht op groen staat. Ja, de tweede. Heel jammer. Heel jammer. Je bent helaas gezakt op het examen. Je kunt het venster sluiten. Sluit, bruh! I know, Mouwens, ik ben gezakt. Proctake examen. Dan moet ik wel gewoon illegaal rijden, hè, snap je? Hey, Nifo. Heel braaf. Ja, ik heb gestuurd. Spepaar. Ja, kom. Kom. Hey, we moeten gewoon illegaal rijden, snap je? Hey, what the fuck? Ik ga knippen. Is goed. Ik ben hier. Ja, what the fuck is dit? No, maar ik hoor je niet.
Mercedes S-klasse. Praat nu. Praatke. Hallo? Ik heb niet zoveel wapens, man. Hallo? Grapje, ik heb alles die... Hallo. Hallo? Ik moet de auto niet pakken. Hallo. Hey broer. Hey zus. Huppatee, je wolken van jouw bolle hoofd. Hap de jong. Wat ben je? Hallo. Ja, ik hoor jou. Ja, ik werk weer. Nice, werk weer. Yo. Yo, en broer. Werk weer. We zijn allebei gedrapt. Oh my god. Dit is een heel spel. Hey broer, ik kan mijn auto niet pakken. Zou je weg van gaan? Ik kan er niet zitten. Wel in de chat, auto. Nee, hoor je dat? Wat zit er? Ik kan mijn buggy niet pakken, man. Welke? Jodie. Dan ligt hij in een garage. Moet je even hierin gaan, hoor. Heb je contant? Heb je contant? Ja. Hey. Wil je gratis geld? Wat? Wil je gratis geld? Wat? Wil je gratis geld? Ja. Doe hashtag. Doe dat even naar de chat en dan doe je hashtag. Dat streepje. Ja, hashtag. Ja, dat streepje doe je dan. Ja. Plus. Ja? Heb je dat nu? Dat streepje, ja? Heb je die nu? Ik kan hashtag niet stippen. Nee, kijk, je gaat je dit doen. Je stuurt deze. Ja, streepje. Ja, de kleine streepje die stuur je. En dan ga je. En dan schrijf je op. De. D. Van. Dat. Wat? Dan schrijf je op de D van dat. Ja? Ja? Dan schrijf je al op. Ja. Dan de E. Wat? De wat? L. D en dan al. De D en A? Ja, de D en A.
Dan doe je de E. Ja, bedoel je gewoon... Jij de ja. Van deze. Dan... ja, dat. Dan de A en dan de I. Dan de E. De A en dan de E. Ga je typen? Ga je typen voor me? Type. Wacht, ik kan wel even kijken. Ga je typen voor me? Ja, weet ik niet. Schrijven is heftig. Ah, brother. Oké, okay, wel. Net als streepje moet je dat schrijven. Alleen als streepje. Nee, ja. Nee, alleen als streepje. Alleen, deze. Ik had 20k. 20k. 2.5k. Ja, en dan moet je accepteren. Oh, sorry hoor. Ik heb even wat verrassend. Heb je dat nu geaccepteerd? Ja. Heb je nu dan nu contant? Kan je nu even je auto... Moet je hierheen? Kom mee. Dan druk je op deze. Dan kan je je auto uit de silo halen. En dan kan je hem hier zo spannen. Dan kan je hier zo spannen bij de groene. Ja, ja. Ja, ja. Ik zie het, ik zie het. Mijn spel heeft er nu even niet zoveel zin in. Hopelijk ook even gedist. Oh no. Hallo meneer de ambulance.
Wat? Ja, maar weet je hoe je voorzitter krijgt? Je moet 13 jaar. Je moet 13 jaar ouder zijn. Ik ben 13 jaar ouder. Ja, maar je moet je. Kijk. ID-verificatie? Je ID-kaart, ja. Daar. Je ID-kaart moet je 13 jaar ouder zetten. Ik mocht die van SME scannen. Echt? Ja. Hé, hey, hallo. Hoe groot kan van SME van? Koffie. Hé, hey, hallo. Bro. Yo. Heb je een paar doekjes van mij? Bro, heb je wat doekjes voor mij? Ik ben scared. Hey bro. Wie? Hij loopt scared. Ik ben net, man. Laat me zien. Oh, je bent die man. Van net, man. Je hoeft maar geen doekjes strepen. Yo, je bent er weer. Wat? Sorry dat ik even weg was, man. Nee, ik was disconnect. Ik ook. Ik hoef geen doek van jou, man. Ik hoef geen doek van jou. Kom, pak je oude. Of stam hem bij mij in, mijn BMW. Stam hem bij mij in. Wil jij in het Audi of Mercedes? Kom, stap even uit, anders ga je zo raar lopen en zo. Kom, ga op naar politie. Waar politie? Via team of naar politie? Waar? Politie, je moet naar team toe gaan. Team, dan naar politie. Ja. Ja, man. Kom hier. Volg mij. We gaan even je vuurwapen ophalen. Ik wil gunnen. Je krijgt gunnen. Ook deze? Ja, je krijgt alles. Maak je kastje maar even lekker open. Lekker man. Dan heb je gunnen in, je handboeien. Oh, wat is... Heb je gunnen laden. Dan kan je gewoon met producten zitten. Handboeien? Mogen we ook die wand eruit halen? Kan hem wel. Ja, gewoon pakken. Hé, hey, collega. Gewoon alles pakken. Ja, gewoon alles pakken. Gewoon alles pakken. Ja, is goed. Als jij rare stemmetjes hoort, dat is van iemand die naast mij zit en is een beetje trap. Waar gaan we niet naar? Moet noodhulp worden. Dan kan ik eindelijk motorgrens? Nee. Worden even noodhulp. Hé, je moet nog even je noodhulp pakje aan doen. Deze hier. Dan pak je noodhulp. Ja. En dan ga je naar deze. Ja. Hierheen. Deze. Ja. En dan pak je op je rang. Is Piraal, ja, ik heb... Ja, ik heb derde rank. Ik heb rank 3. We gaan vandaag een duwtje rijden. Maar wel even rennen, want we snap foto melden. Kom mee. Ja, kom. Dit is crazy, bro. Je moet meer gebruiken, anders kan Staf jou een ding geven. Hé, maar als we gepakt worden, vat hem maar. Wat wil je? Wil je net een politiebus? Pak die Mercedes, B. Lijkt je wel op het wilde weg? Oké. Volgens mij wordt er volop met pistolen geschoten. Even omhakken, mijn kopbak. Druk op mijn kopbak, dan kan je zwaar vest op doen. Om mijn kopbak kan je zwaar vest aan doen. Oké, luister. Er is hier net geschoten. Ik stress, bro. Ik zweer. Oké. Weer schieten, kom snel. Hij schiet van ding. We moeten in de pakken, hè. Thank you.
maar gewoon even rijden. Ga jij maar even rijden. Mijn vlogje weg. Vlog, man. Ja, ik ga even mijn team